Vandaag rijden we in het nieuwste model van de Nissan Leaf. En dit is de eerste keer dat ik hier een volledig elektrische auto test. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe dat rijdt. We gaan eens even kijken van hoe dat is. Het eerste model Nissan Leaf, dat was een auto die er toch eigenlijk best wel eigenaardig uitzag. En ja, toch een beetje een te kleine accu had, zeker de eerste modellen, waar je eigenlijk een veel te kleine range hebt. En deze nieuwe, deze heeft 40 en een model met 60 kilowatt, als het goed is, begint het er eigenlijk behoorlijk op te lijken qua ding. Nou, zoals je ziet hier, zie je de gebruikelijke knoppen. Verwarming, de hele toekomst al reed. Het is een mooie auto, echt alles wat leuk is, zit er ook een beetje op. Deze is de meest luxe Tanaka uitvoering, met een soort leerachtige afwerking. Het voelt er behoorlijk echt aan. En wat me ook echt opvalt is een navigatiesysteem. Dat heb ik mogen zien. Maar er zit ook een radio in. Dat ziet er best mooi uit allemaal. Nou, voor de rest, de bekende zaken zitten erop. En dan kan je kiezen wat je allemaal wil zien. Wat ik ook erg mooi vind is hier, je hebt hier gewoon een, wat je ook niet zo vaak ziet, een mooie, gewone, ouderwetse, analoge snelheidsmeter. Die loopt tot 180. Nou, zo hard gaat hij niet. Dat is wel een beetje eerder afgelopen. Maar wat ik wel vind is, hij rijdt eigenlijk heel erg als een gewone auto doet. Nou staat hij op de E-stand met de E-EcoPedal, dat hij een heel groot deel van de energie terugwint. Dat vind ik heel erg fijn, maar dan hoef ik mijn remmen eigenlijk nauwelijks te gebruiken. Ik hoef alleen te remmen als ik echt hard erop sta. En als ik gewoon, gaspedaal heeft hij niet. We praten over, het is wel een gaspedaal, maar het is meer een stroompedaal, waar je mee toewijst hoeveel stroom je wil hebben. En als je gewoon gas geeft, dan, je hebt onmiddellijk vermogen. Ik bedoel, hij voelt aan alsof je met een vrij sportieve, dikke diesel rijdt. Veel koppel. Gas geven is iedere millimeter meer gas, betekent ook gewoon letterlijk zoveel snelheidstoename. En dat vind ik eigenlijk wel leuk, want dat betekent dat deze auto is een van de meest milieuvriendelijke auto's op papier die we hebben. Maar je levert het nou niet in, want deze elektromotor van deze Leaf 2 is ook een flink stuk krachtiger dan de oude. En dat kan ik echt merken. Deze auto, tenminste ik heb de eerste Leaf niet gereden, maar wat ik dan gehoord en gelezen heb, het ging wel, maar deze is echt lekker vlot. En die kan je echt vergelijken met een 2 liter diesel met een dure DSG-automaat of zoiets dergelijks. En je hebt er totaal geen enkele moeite om om gewoon mee te kunnen komen. Goed. Nou, mooi stuurtje. Mooi leervaar. Het is ook elektrisch verwarmd als je dat wil. Nadeel is natuurlijk wel zo. Als jij natuurlijk alle dingen aan gaat zetten, dan krijg je natuurlijk ook een rekeningetje gepresenteerd in de vorm van stroomverbruik. Alle elektrische systemen draaien natuurlijk op de accu. En dan betekent het wel dat jij gewoon minder rijkwijde hebt. Dus betekent ook dat je de elektrische warme stoelen aanzet en je zet de kachel vol aan, wat je natuurlijk met dit weer natuurlijk wel gaat doen. Ja, dan ga je natuurlijk wel inleveren. En dan rijd ik hier zo. Ik vind dat hij eigenlijk ook erg goed op bocht instuurt. Je voelt niet dat je bij sommige auto's, dat je gewoon merkt dat er een hele dikke accu in zit. Dat hij in één keer, die staart in één keer omgooit in zo'n bocht, dat hij als het ware druk doet. Dat doet hij eigenlijk helemaal niet.
rijden we gewoon vrij rustig. Drempeltjes, niks aan de hand. Vind ik gewoon dik voor elkaar. Dit is de auto's kopje natuurlijk niet om op het scherpste van de snee te gaan rijden. En nee, ik vind het vrij goed hoe ze toch het gewicht van zo'n accu toch aardig goed hebben weggewerkt. Dat vind ik daar eigenlijk wel heel goed gedaan zo. Deze auto is ook uitgerust met een systeem die signaleert dat ik in een lijntje kom. Als ik dan te ver naar rechts ga, dan begint hij te rammelen. Even een veiligheidssysteem. Dat vind ik erg mooi. En dan hoor je een geluidje en je voelt gewoon trillingen in je stuur. Zo, cruise control erop. Mooi zo. Dit is het Ypen-pedaal. Daar kan je mee regelen als je gas loslaat of die wel of niet moet bijremmen en de mate waarin. Dat vind ik ontzettend handig, want vooral in stadsverkeer kan je zo ongelooflijk veel van het energie als het ware terugwinnen. Dat is bij een hybride. En daardoor kan je gewoon je rijkwijde vergroten. Want een deel van de energie die je met remmen anders weg zou gooien, die win je gewoon terug. En dat is gewoon heel mooi. Dat vind ik gewoon een hele mooie uitvinding, dat ze dat als het ware zo voor elkaar hebben. Hier zie je de knoppen van de elektrische stoelverwarming. Dit is de startknop en hier kan je eventueel nog een extra apparaat aansluiten. Nou ja, goed. Dit is als het ware een unit waar je mee kan schakelen. Dus je kunt tussen de verschillende standen met de knopjes parkeren, naar voren, achter en neutraal. En ik heb nu in de e-pedal staan, dus ik laat mijn gas los en stap eigenlijk vrijwel vanzelf. Je kan ook echt heel mooi kan je of je wel of niet wil of een gatje wil geven, dat kan je echt heel mooi regelen. Wat ik ook mooi vind, hij geeft ook in je instrumentencluster, geeft hij ook aan wat de snelheid is. Dat geeft, haalt hij uit. Uit het navigatiesysteem. Je kan gewoon precies zien hoe hard mag ik hier. En de tijd en hoe warm en koud het is. Hier kan ik de, als het goed is, de kilometerstand nog zinken. En hier kan ik zien dat ik nog 7% van de accu nog heb. En hier, als ik de knopjes druk, kan ik bijspreken inderdaad. Hier inderdaad ook nog het een en ander mee regelen. Nou, de auto is hartstikke stil. Het enige wat je eigenlijk nu hoort, hè, we rijden een kilometer of 80 ongeveer. Het enige wat je hoort is eigenlijk een heel klein beetje windruis en de afrolgeluiden van de banden. En dan kun je zeggen van dit of dat, maar omdat je natuurlijk geen motor hebt die je hoort, ja, dan is dat wel een dingetje. Ik denk dat de markt van elektrische auto's, er komen er steeds meer op de markt. Iedereen kent het succes wel, vooral van de Tesla's allemaal wel. Hartstikke leuke auto's, maar die zijn best wel duur. Heel erg duur. En als je ook nog een keer hoort van de mensen die in de prijsklasse van Tesla winkelen, dat ze toch niet echt zo kapot zijn van de afwerkingskwaliteit van deze auto's. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat er toch wat vraagjes over zijn. Hè? Dus wij spreken matig in elkaar gezet. Best wel domme dingen die kapot gaan in het interieur eigenlijk, zeg maar, want die dingen die je regelmatig gebruikt. Goed. En dan heb je Nissan, die nu bijvoorbeeld met deze tweede lief eigenlijk een auto op de markt zet, die toch eigenlijk best wel heel erg competitief is. Eigenlijk is de eerste auto die redelijk te betalen is. Dan moet ik ook wel zeggen, achter in de 30 voor deze auto. Is het ook niet echt een koopje. En als je de meest luxe variant hebt, dan wordt het nog wel ietsjes meer. En dan kom je zo aan de 40.000. Maar ja, goed, het is de helft. Wat natuurlijk een Tesla kost. En de aanbiedingen van andere merken,
die vallen eigenlijk wel een beetje tegen. Al moet ik wel zeggen dat wat Kia nou heeft gebouwd, waar ik net al wat berichtjes van zag, die zijn eigenlijk, ja, dat ziet er eigenlijk ook wel heel erg goed uit. En geheel concurrerend met mijn nieuwe Ioniq, geloof dat die heet. En misschien als we daar ook nog gelegenheid voor hebben, dat we daar ook eens eventjes na gaan kijken. Wat ik wel een beetje een gek ding vind, als ik de kachel probeer bij te stellen, dan kan ik nergens zien wat ik aan het doen ben. He, dus bij spreken van, ik wil het, het is nou heel simpel voor de ventilator. Of niet, dan kan je hier boven wel wat zien. Maar als ik, jongens, ik regel de temperatuur bij, ik zie hier niet het dingetje staan van dat warmer of kouder wordt. Dat zie ik gewoon niet. En op deze knop kan je verschil, tussen verschillende modus kiezen. Maar ik kan niet zien wat de temperatuur doet. En dit is voor de airco, dus dat ik nog dit. Dat is voor de heat. En nu kan ik pas zien welke temperatuur ik instel. Dat vind ik wat verwarrend. Ik had verwacht eigenlijk, op het moment dat je wat instelt, dat er ook hier een balkje gaat lopen of een getalletje omhoog gaat springen, dat je ziet wat je aan het doen bent. We zijn nu bij de snelweg aangekomen. Het gaspedaal heeft als ware, is druk van deel in. Maar als je echt doortrapt, dan trap je als het ware door een soort weerstand heen. En dan word je inderdaad echt lekker vlot. Dan schiet je ook echt door dat je denkt van, goh, dan komt het vermogen er wel mooi in. We rijden nu 120. En wat me eigenlijk wel opvalt is, dan hoor je echt behoorlijk duidelijk de windruis. En kijk, de motor hoor je niet, want die heb je niet. Maar deze windruis is meer dan ik gewend ben in andere auto's. En dan denk ik van, wacht even. Kijk, als je bij zo'n spreker nu van een flinke afstand zou moeten rijden, is dit best vermoeiend. Vind ik eigenlijk best wel jammer, want voor de rest, deze auto is op zich best redelijk. Al moet ik wel zeggen, de stoelen hier, die zijn wat aan de korte kant. En ik zou liefst stoelen, want ja, de stoelen zijn wat aan de korte kant. Zit ik, als je lange poten hebt, zoals ik, je bovenbeen wordt niet echt ondersteund. Dan kan ik de stoel wel omhoog zetten. En je kan de stuur wel iets verstellen, maar ik kan hier goed zitten. Maar ik zit hier niet zo prettig in als bijvoorbeeld als in die BMW X1 waar ik de vorige keer mee gereden heb. Of in mijn eigen Skoda. En ja, wat moet je zeggen? Ik vind als deze auto tussen de 35.000 en de 45.000 euro kost, al gelang de uitvoering die je wil hebben. Kijk, deze mensen zijn kritischer op dit soort dingen dan mensen die 25.000 euro uitgeven, hè, onder de prijskassen. Deze Nissan opent eindelijk voor een groot publiek elektrisch rijden. Maar de meeste mensen die 40.000 euro op tafel leggen voor een auto, en er zijn meestal mensen die bij ze spreken een Golf kopen in een dure uitvoering, of in een tweedehands 3-serie kopen waar de kop vanaf is, ja, die gaan hier toch niet helemaal blij van zijn. De afwerking is prima, ik moet eerlijk zeggen. En zoals alles aangemaakt is en zo, en de schakelaars, ja, dat is eigenlijk best goed. Daar ligt het niet aan. En wat ik ook hoop is dat Nissan zegt van, goh, dit is een fighter hatchback met een redelijke kofferbak. Al is hij zeker niet tot de grootste in zijn klasse. De diepte is eigenlijk best goed. De afstand van de achterkant tot aan de bank, die is ook redelijk. Maar wat me eigenlijk een beetje tegenviel is de gebrek aan breedte. En als ik bij spreken de tuba erin moet schuiven, ik vraag me af of hij wel in de breedte erin past. Ik kan me zeggen dat hij net iets te breed is. Dat vind ik toch eigenlijk best wel idioot, want in de meeste C-klasse auto's past hij eigenlijk wel in. En als deze auto al heel veel componenten hebt die ze in de zijkant hebben moeten proppen, ik zeg, ja, het gaat daar dan op, maar het is dus niet zo. Dus dat is een beetje minder eigenlijk.
Wat ik ook apart vind is de verdeling van de knoppen. Hier rechts heb je een aantal knoppen. En er zitten knoppen die je niet zo vaak gebruikt, hè, om het elektrische laaddeurtje open te doen en dat soort zaken te regelen. Maar ook bijvoorbeeld dingen die te maken hebben met de verwarming van het stuurwiel bijvoorbeeld. Dan zou je verwachten dat je hem hier ergens bij doet. En bij de andere verwarmingselementen. Tenminste, dat vind ik logisch. En het inschakelen van de cruise control, ja, ik vind het niet eenvoudig. Dat had iets simpeler gekund. Voor de rest denk ik van ja, ik vind het een leuke auto om mee te rijden. Ja, hij rijdt best behoorlijk. Maar er zijn wel puntjes die ik toch eigenlijk wel verbeterd zou willen zien. Iets grotere kofferbak, iets grotere stoelen voor de grotere onder ons. En die windruif zou wel wat minder mogen. En als de radio aanzet, dan is het wat minder nadrukkelijk. Dat weet ik dan ook wel. Maar veel auto's in de klas van 40.000 euro, die zijn gewoon stiller. Die zijn echt stiller. Dan hoor je de motor wel op de achtergrond. Maar dat is niet zo irritant als dat gebulder van het windruis. En ik denk dat het wat lachen wordt op het moment dat je zegt van goh, ik ga met deze auto de afsluitdijk over met windkracht 8. Wat voor geluid maakt die dan? En wat ik ook hoor, een hoogfrequente fluittoon. En ik verwacht dat die van de motor is. En hij is niet heel erg luid. Ik weet niet of de camera hem registreert. Maar ik hoor hem toch wel duidelijk. Een hoogtonige fluittoon die verband houdt met de motor. Want als ik ga versnellen, dan gaat de frequentie mee omhoog. En ik ga als loslaat, dan zakt de frequentie ook. Het snelheidspotentieel, nogmaals, in deze auto is gewoon dik in orde. Deze auto is gewoon vlot genoeg om het Nederlands verkeer gewoon onder alle omstandigheden gewoon mee te kunnen komen. Dus dat vind ik als een groot pluspunt. Dat is gewoon goed. Daar markeert het niet aan. Het zicht naar achteren via de achterruitenspiegel. Ja, dat is eigenlijk. De spiegel had iets groter mogen zijn, vind ik. Want ik moet een beetje mijn hoofd heen en weer bewegen om alles te zien. Dat is ook goed. Ik denk dat de Nissan hier wel grote ogen mee gaat gooien met deze auto. Kijk, het gewone rijden, joh, dat is deze auto prima voor. Maar de mensen die echt bij zo'n autorijden houden, echt de zogenaamde fijnproevers, ja, ik denk dat die toch wederom even gezond wel denken van ja, een beetje een verplicht nummer, hè. Ik denk, hij rijdt op zich wel redelijk, maar ik vind de winteruit, vind ik echt wel best wel een bug-off. En de acceleratie is met 40 kW. Ja, lakker als ik deze auto meekreeg, had ik iets van 170. En nou, wat heb ik dan gereden? Kilometer of 50 of 60. Dat gaat redelijk. En dus deze auto, als je alle het systeem op minimaal hebt staan en zo'n bedag 16, 17 kW. Dat hij verbruikt en nu 20, 22 ongeveer. En dus dat betekent dat je ongeveer kracht 2 uur kan rijden ongeveer. Als de accu helemaal vol zijn. Maar ik heb de accu niet helemaal vol, zo uit de laadpaal mee kunnen nemen. Dus ik kan niet heel gedetailleerd zeggen van wat het verbruik, elektriciteitsverbruik is. En ik denk wel dat het een issue gaat worden. Ik denk over de tijd dat de elektromotor auto's komen. En ze hebben allebei hetzelfde accupakket, globaal hetzelfde gewicht, globaal dezelfde stroomweerstand. En dat de ene auto gewoon rustig 50 km verder komt, dezelfde acculading niet. Je zegt, was dan 50 km? Nou, 50 km is een hoop douw hoor, met een zware auto als dit. Want mensen realiseren niet dat deze auto toch best wel
een behoorlijk gewicht hebben. Hè? Dus wij zeggen snel 1,5 ton. Voor de rest valt er niet zo heel veel over te zeggen. Ja, behalve het Nissan gewoon. Kijk, Nissan maakt op zich goede auto's. Deze nieuwe Leaf is daar geen uitzondering van. Maar ik denk wel dat wil de acceptatie van de elektrische auto onder veel mensen echt groter worden, ja, dan denk ik wel dat er nog wel wat moet gaan gebeuren. Deze auto, voor een echte fijnproever, een liebe van autorijden, is deze auto toch, ja, vrij suf. Je voelt wel wat de auto doet, hè? Dus wij spreken, het is niet zo erg als ik me had voorgesteld. Dus ik voel echt wel aan de wielen wat hij doet. Maar zo gedetailleerd als een Seat Leon Cupra of zo, een BMW 3-serie of een 1-serie of een Golf GTI, absoluut niet. Dan zijn het wat totaal andere auto's als dit natuurlijk. Maar ja, iemand die een gewone Seat Leon koopt en een paar andere wielen eronder doet en een paar schokdempers eronder zet, die komt aardig in de buurt met een Cupra doet. Met andere woorden, iemand stelt af zijn eigen smaak. Nou, deze auto's, ja, daar zijn de auto's helemaal niet voor. Voor veel mensen is dat wel even een ding. Mijn conclusie, ja, wat ik eigenlijk net allemaal heb gezegd eigenlijk. Het is een leuke auto, die op zich best aardig rijdt. Ten opzichte van de voorgaande auto's, best de nodige verbeteringen heeft. En je kan ook nog grotere accu's krijgen. Ik denk alleen, de prijs moet eigenlijk wat naar beneden. Want degene die gewoon een normale Golf of een Octavia kopen met een 1200 of 1000 motor erin, met een normale basisuitrusting, is deze auto gewoon dik 10.000 euro duurder. En die ga je niet terugverdienen op de wegenbelasting en de benzine. En deze auto heeft dan een redelijke rijkwijde. Maar ik kan niet tegen die rijkwijde van die auto's op, die gewoon rustig 800 kilometer kunnen halen bij een beheerste rijstijl. Dan ga je met deze auto's niet redden. Maar het is wel een van de eerste auto's die betaalbaar zijn, waar de range wel bruikbaar begint te worden. Als ik 250 kilometer onder alle omstandigheden kan rijden, dat betekent dat ik altijd naar mijn ouders in Amersfoort kan rijden en weer terug. Want je kan het tenslotte niet overal bijladen. Op vakantie gaan met deze auto, ja, dat is ook een ding. Ja, Eindhoven haal je er wel mee, maar verder niet. Dat betekent dat je gewoon 2 uur rijdt, 3 kwartier, laat voor 80%. En dan weer doorgaan naar de volgende. En ja, dat is gewoon niet praktisch voor een vakantie. Dat wil je gewoon niet. Als je gewoon bij wijze van spreken om de 2 uur gewoon 3 kwartier stilstaat om je accu vol te krijgen. Dus ik denk dat dat wel wat daar moet wat gebeuren. Verder vind ik een hele leuke auto. Bedankt voor het kijken. En tot ziens maar weer.